Ik ben Hella en ik ben veel liever buiten dan binnen. Zo verbouw ik al 15 jaar mijn eigen groenten in de volkstuin. Maar daar gebeurt veel meer dan tuinieren. Hier kom ik tot rust. Hier hoor ik allerlei mooie verhalen. Deze zomer neem ik jullie mee. Welkom bij Hella's Groene Vingers. Ik kom even kijken. Wat moet ik gezien hebben als ik bij jou op de tuin kom? Waar ben je het meest trots op? De tropische dingen. En die kennen jullie, tenminste niet. Dat kennen jullie niet. Nou, wacht even, want je loopt voorbij aan deze. Wat zijn dit voor mooie jongens? Ja, dat is, dat noemen ze sopropo. Dat is een hele bitter vrucht. Heel bloedzuiverend, althans dat hebben ze mijn voorouders dat ons verteld. En dat gebruiken we vrij veel. En hoe bereid je dit? Eigenlijk een stukje snijden. En dan doen wij het in garnalen of droge vis. Want wij hebben daar in Suriname niet elke dag vlees. Vis is er altijd. Laat mij je kast eens zien, want die ziet er ook geweldig uit, zeg. Ik heb net weer geoogst. Nou ja, hier aan het doen. Weet je wat ik nou zo grappig vind? Het ruikt hier ook een beetje in die Surinaams. Ja, hoe kan dat? Klopt, dat ding, ja, het zijn sterke geuren, zeg ik even. En dat is typisch door het zon, weet je wel. Dat geeft een heel andere dan iets wat je buiten of in de kassen krijgt. Want er wordt hier veel, ik zeg dat alleen maar rotzooi gebruikt, dus kunstmest en zo. En dat wil ik dus beslist niet hebben. Maar het is voor mij, ik wil gebruiken aan mijn kinderen. Zo hangen ze daar, daar zie je ze allemaal van die vruchtjes. Ja, die groeit een beetje ook als een druif, zeg maar dan... Ja, omhoog, dan gaat die klimmen en dan zie je, als goed is, kijk, het zijn die klimmen. Je hebt eigenlijk een beetje een klein stukje Suriname hier op je volkstuin gecreëerd, hè? Als ik mensen van families uit Suriname krijg, en die herkennen dit. En ik ben de enige Hindustani hier in Naarden. En daar heb ik mensen uit Den Haag, Rotterdam, Amsterdam. Ja, die zitten op 6-7 hoog. En dit kennen ze niet, weet je wel. En dan komen ze hier en dan zien ze dit. Nou ja, dan worden ze blij. Helemaal, ja. En dat is, Word jij ook blij als je hier bent? Ja, ja, daar ben ik trots ook op. Van nou jongens, het kan. Die heb je gewoon in je tuin. En wat is nou deze peper anders dan de Hollandse? Nou, die bestaat niet echt. Dit is bloedheet. Dit is echt heter dan heet. Dus dan moet je echt een diehard Surinamer zijn, wil je dit kunnen eten. Indonesische mensen ook. Oh. En dat groeit gewoon in de Hollandse grond. Dat is toch mooi, hè? Zo'n hete peper uit Suriname. Maar het moet wel onder glas zijn. En moet je vooral niet eventjes een stukje van eten, hè? Je mag het proberen. Nou, dan sta ik in de fik volgens mij. Ja, maar ik kan het even ruiken. En wat vind je nou echt het lekkerste? Iets uit Suriname met die Madame Jeannette? Uh-huh. Of die Hollandse boerenkool met worst? Nou, stamppot aan deze. Echt? Is mijn lievelingseten. Ja. Niet dat ik dit niet lust, dat lust ik wel. Maar stamppot andijvie is je favoriet. Mijn favoriet. Mooi, ik ga een mooie letter voor jou beschrijven. Romeo, omdat de liefde voor jouw tuin ervan afspat, heb ik een mooie houten letter L van liefde met een kleine boodschap voor je. Als, van liefde. Wil je eens voorlezen wat erop staat? De L van liefde. Voor de tuin, voor heet en Hollands eten, voor wie je bent. Voor Romeo van Hella. Mooi, hartstikke, dankjewel. Heb je een mooi plekje voor je L van liefde? Ja, dit komt er wel. Nou. Op de tuin of thuis? Nee, thuis. Thuis? Ja, thuis, ja, nee, dat komt op de dressoirkast. Dankjewel. Oké, bedankt. Als ik een Madame Jeannette nodig heb, dan weet ik je te vinden. Ben van harte weg. Werk ze, doeg. Doei. Thank you.